Hey, er zijn ook nog drie nieuwe afleveringen van die Meghan en Harry-serie zijn er bekendgemaakt. Oh, kijk eens. En daar schijnt nu toch wel wat, wat concretere zaken schijnen erin te komen. Die Harry zegt van ja, Meghan heeft een miskraam gehad door al die media-aandacht. Ja, dat kun je makkelijk zeggen, maar niet bewijzen. En door de rechtszaak met de Daily Mail? Ja, ik ben gespeend van elke vorm van sympathie voor deze zuurkousen. Ja, en jij zei 13 miljoen, maar schijnbaar hebben ze er 100 miljoen voor gekregen. Nou ja, dat is dus nog veel en veel erger. Ja. Dat had heel wat beter besteed kunnen worden. Ja. Ja, ja, maar dit is wel een grote hit. Iedereen zit er te kijken. Behalve hem voor ons. Het is dat scheelt. Je gaat ook niet kijken, omdat je natuurlijk de Crown wel heel leuk vindt. Ja, maar de Crown is een drama. Dit is ook een drama. Nee, dit is een drama alleen in de ogen van deze twee verwende jongelui. Ja, in feite zijn het een soort klagende adolescenten. Die Harry staat niet stevig op de benen. Ik kan me dat ook wel voorstellen met zo'n leven. Ja, en die is dus gevangen geraakt in het web van deze actrice, topactrice, die gedacht heeft, ik kan ook een soort wereldster worden à la Die. Dat was ze toch al? Ze zei ook de hele voortdurend over Die. Nee, ze was helemaal geen wereldster. Was ze dat in al die series? Tweederangse actrice. In Suits, dat werd heel goed bekeken. Ja, goed, maar niet, dat was ook niet de leading role. Dat is helemaal niet. Dan hadden we het ook weer niet mooier, want ook hier mensen groeien uit tot mythische proporties. Ik ga er geen minuut, geen seconde van bekijken. Ik begreep ook dat het in Engeland veel ergernis had gewekt. Ja, veel in Engeland zijn en ze heel boos. Echt veel ergernis had gewekt. Ja, ze zijn wel uitgenodigd voor de kroning van Charles, begreep ik, ondanks de serie. Oké, nou, ik wens er alle sterkte mee. Karel de Derde, je weet, Karel de Eerste is onthoofd. Karel de Tweede was de meest overspelige vorst uit de Engelse geschiedenis. Dus Karel de Derde, dat wordt nog wat. Oké. Wie weet. Hij is nu 70 plus, denk ik, hè? Ruim. Ja. Ruim. Hij is een paar jaar jonger dan ik. Niet zo heel veel. Ja, maar goed, als hij de genen van zijn moeder heeft, dan kan hij nog wel even een paar jaar vooruit. Ja, en van zijn vader. Want zijn vader is nog een fractie ouder geworden dan zijn moeder. Ja. Philip is, dacht ik, 99 geworden. En zij is 96, zoiets. Ja, ik weet het niet precies, maar in ieder geval wel vrij oud, ja. Ja, ze hebben tip-top genen. Ja. En ja, ik weet niet hoe zondig hij geleefd heeft met de whisky en de sigaretten. Daar heb ik geen idee van. Maar is hij natuurlijk een beetje gezond. En hij is toch ook van dat gezonde voedsel. Klopt. Vezelrijk ontbijt. Ja, is hij van. Ouderwets leven en maar zo. Maar dat zegt niks, hè? Er zijn ook mensen die heel gezond leven. Ja, nee, daar ben ik met je eens.